Nemma praten, gitter allerbeugend heen. Want de lui die kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Staatssecretaris Harbers is afgetreden, wat vindt u daarvan? Ja, hij is natuurlijk eindverantwoordelijk voor zijn hele departement. En ja, hij zal het zelf niet verkeerd gedaan hebben, maar hij gaat op zijn personeel. Dus misschien te goed van vertrouwen. Toch is het asielzoekersbeleid een moeilijk beleid. Zeker, ja, klopt. Maar ook, ja, nou ja, goed. In tijd van nood denk ik dat we mensen moeten helpen. Dat is mijn mening. Ja, ik vind het te gek voor woorden dat iemand, ik weet niet precies wat hij verkeerd gedaan heeft, maar dat zul jij wel beter weten dan ik. Maar je hoort het iedere dag dat er steeds mensen moeten aftreden doordat ze verkeerde dingen doen. Ja. Asielzoekersbeleid, moet dat heel serieus genomen worden? Ja, dat vind ik wel in ieder geval, hè, want er gebeuren zoveel dingen en dan denk je van, er moet echt een goed beleid op gevolgd worden, dat het op een goede manier, ook dat de mensen op een goede manier het land binnenkomen of weer terug moeten. Ja. En als ze iets misdaan hebben? Als ze iets misdaan hebben, ja, dan horen ze eigenlijk hier niet in Nederland thuis. Hè, want dan komen ze niet echt voor asiel hier. Ja, er is een fout gemaakt. En ik vind het vervelende dat dan altijd de eindverantwoordelijke af moet treden. Terwijl hij dus, Mark Rutte zei al, de politiek is hard. En dan zijn dit de gevolgen. Maar misschien heeft die man wel grote kwaliteiten. Daar waar hij nog een poosje mee had kunnen gaan, maar goed, zo hoort het hier in Nederland. Ja. Maar hij zit nog maar anderhalf jaar, zit hij daar. Dus wie weet wat hij daar al allemaal tegengekomen is. En ik heb in de krant dat stukje gelezen, dat overzichtje met overige duizend. Hè. En als je helemaal niet tot in details op de hoogte bent, dan weet je denk ik ook niet wat daar allemaal onder zit. Hey, misschien moeten ze zich daar veel meer in gaan verdiepen. Maar goed, ja, het is zo gemakkelijk om van afstand te oordelen. En wij weten helemaal niet wat zich op dat ministerie afspeelt. En het vervelende is alleen dat het weer een VVD'er is. En, ja. En de populisten die beginnen nou dus toch ook wel behoorlijk in actie te komen. Dus ja, dat vind ik vervelend. Maar goed, dat is in het groot en dat wordt dan meteen groot uitgemeten. Maar ik denk dat er zo in het klein op gemeenteniveau of provinciaal niveau ook wel eens iets gebeurt. En ja, daar komt dan niet zo uitgebreid in de krant en op tv. Maar goed, hij krijgt wel weer een andere baan. Maar ik vind trouwens wel dat hij zich koninklijk gedragen heeft om de manier waarop dat hij afgetreden is. Maakt mij niet zoveel uit hoor. Nee. Nee, niet politiek. Nee, ik ben helemaal niet politiek gezind. Nee. Moet de regering harder zijn om te zeggen van nou is het afgelopen en nou komt wel of niet Nederland in? Ik vind van wel. Ja. Ja. We mogen best wel een beetje harder optreden. Ja. Ja, vind ik wel. Ja, want iedere keer valt er een staatssecretaris over het asielbeleid. Ja, ja, dus strenger optreden, vind ik. Die mannen die treden aan en die hebben moeten leiding geven aan minderen. En dan, als die fouten maken, moeten hun aftreden. Ik vind dat niet, maar goed, het hele ministerie van Justitie, dat is wel aan vervanging toe, denk ik. Het is niet de staatssecretaris die fouten maakt, het is het personeel wat die fouten maakt. Dus die moet je ook vervangen, want anders dan blijft dat doorgaan. En het is de vierde VVD, ja. Maakt politiek kleur u nog wat uit? Nee, dat zeg ik. Wie er ook gezeten had, die had af moeten treden. Dus of dat nou een CDA of van een andere partij was geweest, ja, die had toch af moeten treden. Staatssecretaris Mark Harbers is afgetreden, staatssecretaris van Vreemdelingenzaken. Wat vindt u daarvan? Ik vind het terecht dat hij zijn verantwoording heeft genomen. Hoewel ik het wel een beetje absurd vind dat hij moet aftreden en dat de ambtenaren gewoon kunnen blijven zitten op zijn appartement, of departement. Ik denk dat hij er een beetje slordig mee is omgesprongen. Dat denk ik. Ja. Maar het is natuurlijk al een beetje raar dat onder de noemer overige, dat daar de meest ernstige zaken natuurlijk zijn opgetekend. Ja, inderdaad. En ik denk dat iedereen hiervan geschrokken is. Want het leek alsof ze inderdaad iets te verbergen hadden. Dus, en ik denk dat het profiel van de
asielzoeker onnodig beschadigd. En wat denkt u, wat zou wijs zijn om nu te doen? Wijs zijn om openheid van zaken te geven. En excuses aanbieden en verder gaan. Maar ik denk dat de VVD hierdoor toch wel een beschadiging heeft opgelopen. Alweer. Heel goed. Want ze doen de zaak maar bedoezelen. De hele, niet alleen Harbers, maar allemaal een beetje. Want daar hebben ze gewoon in een doodpot gedouwd. U denkt inderdaad dat het ook een bewuste actie is geweest? Ja, dat wil ik niet zeggen. Die man werd ook met zoveel jaar aangesteld. Want als je terugkijkt, het is al veel vaker voorgekomen. Hè? Maar vindt u terecht dat hij is afgetreden of zou eigenlijk zijn ambtenaar het boetekleed moeten aantrekken? Nee, hij is de verantwoordelijke man. Dus hij moet in de gaten wat er allemaal geschreven wordt. Nou, logisch. Maar ja, met die asielzoekers, ja, dat lossen wij toch niet op. Dat is een Europees geval en ik kan Nederland alleen niks aan doen. Ja, niks aan doen te overdreven, maar we kunnen het niet oplossen. We zullen samen met u kijken of zijn opvolger inderdaad beter gaat doen. Ik hoop het. Ja, afwachten. En dan kunnen we toch een ander vogeltje uit de nest of noemen ze dat. Ik vond het in eerste instantie wel sneu voor hem. Maar ik begrijp, ja, hij is natuurlijk niet alleen schuldig aan hetgeen wat er allemaal gebeurd is. Ik vond het wel een sympathieke man. Hoe kwam hij op mij over? Ja. Het klopt, want hij is eindverantwoordelijk. Maar het zijn zijn ambtenaren die de stukken opstellen. Ja, absoluut. Ja, maar goed, toch op een of andere manier een beetje misgekleurd. Jammer. Want zou het dan wel terecht zijn dat hij aftreedt? Hadden eigenlijk niet die ambtenaren dat moeten doen? Ik denk dat die eigenlijk net zo goed ergens op terecht gewezen mogen worden. Ja, vind ik wel. Nou, daar weet ik heel weinig van. Maar ik zit wel altijd voor de televisie als de politiek erop is. Dat vind ik wel heel interessant. Ja, daar hou ik wel van, ja. Maar van Harbers heb ik niet. Nou, je kan ook niet alles volgen, toch? Ja, nee, ik kan het niet anders onthouden meer. En dat is wel jammer. Maar de leeftijd die telt mee. Want wat is het politiek wat u wel gevolgd hebt, waar u zegt, nou, dat vond ik interessant? Nou, het zit tegen elkaar. Lubbers en... nee, Lubbers was er Lubbers. En Baudet. Rutte en Baudet. Rutte en Baudet was er. Lubbers is al voor de tijd van ons. Dan kun je zien dat ik oud word. Gelukkig wel, hè? Nee, maar ik volg altijd, mijn man niet, maar ik volg altijd, vind ik heel interessant. Ja, maar ik kan me alles niet meer onthouden, dat vind ik jammer. Dat is een goede zaak, moet je zijn afspraken maar nakomen. Of ligt het meer aan zijn ambtenaren? Nee, dat denk ik niet. Als hij iets zegt, dan moet je er ook achter staan. Nou, gewoon verkeerde informatie geven en dan, op een gegeven moment krijg je er vragen over en dan kan hij niet meer aan poten. En ik vind wel dat hij wijs besloten heeft, ja, om terug te treden. En heeft u nog een goede tip voor zijn opvolger? Ja, dat is eigenlijk voor iedereen. Eerlijkheid duurt langst. Dat is een hele goede, dat kunnen we allemaal in ons zak steken. Dat kunnen we allemaal doen. Dus ook hun. Oké, dankjewel.